Wij zijn hier in Amsterdam bij de première van War Horse. Ik heb veel gelezen en gehoord en ik ben enorm nieuwsgierig naar dit spektakel. Maar laten we eerst naar de Rode Loper gaan en dan gaan we zien wat Nederland hiervan verwacht. Wat verwacht jij van vanavond? Oh ja, ik heb er al jaren heel veel over gehoord. En iedere keer als ik in Londen was, dacht ik moet er naartoe, want iedereen heeft het erover. En het is er steeds niet van gekomen. Dus ik ben gewoon heb heel veel zin in, want ik ga het eindelijk zien. Ik verwacht er heel veel, want ik heb er al heel veel van gezien, heel veel over gelezen. Ik wilde in Londen, maar toen kon ik geen kaart meer krijgen op die avond. Ik ben sowieso natuurlijk een hele goede vriend van Aniek Boer, dus daar ben ik erg benieuwd naar. En ik verwacht toch veel van die paarden, want iedereen heeft het daarover. En ja, ik ben benieuwd of ik kan vergeten dat er mensen in zitten, want dat lijkt mij heel moeilijk om dat weg te spelen. It's an honor really, because all I did was write a little book 25, 30, 40 years ago. And here I am in Amsterdam with these young people doing what they're doing. So I'm just delighted. Ik verwacht een spektakel en ik denk dat we dat ook echt wel gaan krijgen. Een hele mooie beesten die tot leven worden gewekt door goede acteurs, denk ik. Waar verheug jij je het meest op? Ja, ik weet het niet. Ik heb er nog niet zo heel veel beeld bij. Ik heb wel het beest zien bewegen. Dat is natuurlijk, dat is heel magisch, vind ik. Ja, dan moet het verhaal zich ook nog gaan vermengen met die pracht. Dus ik hoop dat dat ook... het verhaal moet je te pakken nemen, daar verheug ik me op. Ik heb de voorstelling in Londen gezien en vond ik echt weergaloos. Het poppenspel vooral was echt heel erg van onder de indruk. Dus heel veel zin in. Denk je dat je het los kan laten, de mensen onder de paarden? Ik denk het wel. Ik ga gewoon lekker kijken. Ik weet van niks, dus ik laat me helemaal verrassen. Dus je bent ook nog niet bekend met het verhaal? Nee. Ik heb ze wel zien repeteren, echt in de gangen. En dat was fascinerend om te zien. Dat ze echt de acteurs in de paden kruipen en de dieren. Dat is heel bizar. Dan loop je door de gangen en dan zie je ineens een paard of een kalfje. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Zou jij in zo'n paard kunnen? Zou ik in zo'n paard kunnen? Zou jij dat willen? Lieve schat, ik heb gehoord dat het heel zwaar is. Heel moeilijk. Ik denk niet dat het gezond voor me is. En als je moet kiezen, kies je dan voor kop, hart of kont? Als het komt. Altijd komt.